Nou, in die unboxing hebben jullie kunnen zien dat ik een Lego Dimensions Limited Edition Green Arrow poppetje heb gekregen. Ah! Oké, dat was misschien een beetje overdreven. Ik weet niet hoe bijzonder die is. Ik wist niet dat die er was, dus dat is wel leuk. Wat me trouwens ook opviel, wat ik in die brief had gelezen, is er is ook een Limited Edition Supergirl. Ja, die heb ik dus niet. En ik weet ook niet hoe ik eraan moet komen, want ik ga natuurlijk niet de starter set opnieuw kopen. Dit is Green Arrow. Dat is ook weer een van de DC superhelden. Ik maak hem open en ik ga hem hier maar meteen in elkaar zetten, denk ik. Ik heb geen idee wat ik hiervan moet denken. Leeg. Kan weg. Het is een super limited edition mini uitleg. Kijk. Hier staat hoe die gemaakt moet worden. En op de achterkant staat niet zoveel. Zo, deze doen we dicht. Het gele voetje. Ik moet natuurlijk deze wel even in het spel zetten om te kijken wat deze allemaal kan. Zo, waar is zijn... dit. Ik weet niet of je het kan zien, kijk. Dat is zijn muts. Die kan hij dan zo over zijn hoofd heen doen. Hier natuurlijk niet. Oh, dat is grappig. Kijk, hij heeft wel... Oh, zo, dat gaat fout. 1. 2. Ah. En ik vind wel dat hij mag wel boos. Nou, zijn hoofd gaat alle kanten op. Hij kijkt boos. Hier is zijn haar. Zijn pijlenboog. Klik. Zo. Klik. Kom op. Klik. Ja. Hier is hij. Hoe ziet die er van dichtbij uit? Dat is hem. Van dichtbij. Van dichtbij. De Green Arrow. Zo'n hoodie. Van een heel flexibel zacht rubber. Dat vind ik dat is een beetje nieuw. Normaal hebben ze gewoon zo'n hard plastic. Zijn rug. Zie je, die kan dus ook gewoon dit doen. Zijn rug zie je, hij heeft een gewone groene broek aan. Zijn voetje ziet er zo uit. Een pijlpunt aan de voorkant. Hij heeft dat, zijn haar zit goed. En wat ik natuurlijk altijd leuk vind, dat ik kan kiezen. Eigenlijk vind ik dat... Hier kijkt hij alleen maar chagrijnig. En we willen hem niet alleen chagrijnig hebben. Ik wil hem echt boos laten kijken. Green Arrow is tegenwoordig natuurlijk bekend van de televisie. Nou, dit is... Green Arrow. Ik ga nog kijken of ik wat gameplay beelden van hem kan vinden. Normaal doe ik altijd, en dat is altijd het handigste, hebben ze een leuke trailer in het spel zitten. En als ik hem erop zet, dan hoop ik dat ik die trailer ook te zien krijg. En dan kan ik die lekker voor je opnemen. Zet ik erin. En dan heb je een beetje de highlights van Green Arrow. Zo. Hij is wel heel klein, hè, als ik hem zo neerzet. Dat ziet er niet zo indrukwekkend uit. Dus wat we doen... Als laatste shot, als afsluiter, zet ik de camera zo neer. Kijk. Toch even zijn pijlenboog een beetje uit de weg. En dan hebben we hier Green Arrow in Lego Dimensions Limited Edition.